heb helemaal zin hierin. En die loopt helemaal door. En hij past ook echt perfect bij de kleur van mijn muur. Mijn lampen zijn net binnengekomen, dus ik ga ze uitpakken. Het zijn wel echt twee heel verschillende stijlen, ook al zijn ze allebei zwart met goud. Goedemorgen, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe verhuisvlog. Ik ben Lotte, het is vandaag dinsdag. Het is nog vroeg op de ochtend. Het is, nou ja, heel vroeg valt wel mee. Het is 7:30. Ik ben nu ongeveer een half uurtje wakker. Ik heb net de honden uitgelaten. En daarna ben ik aan de slag gegaan met het leeghalen van deze kant van de slaapkamer. Want vandaag komen mijn slaapkamergordijnen. Ik ben zo benieuwd. Ik heb echt een hele tijd terug al gordijnen uitgekozen. Echt 2 weken nadat ik de sleutel had of zo. Die worden dus vandaag pas gemonteerd. Het heeft gewoon altijd een hele lange levertijd, gordijnen. Voor de woonkamer heb ik zelfs nog niet eens gordijnen besteld. Omdat diegene die ik wil nog steeds niet leverbaar zijn. Hoe dan? Maar goed, ja, er zijn natuurlijk op dit moment overal heel veel leveringsproblemen. In allerlei materialen. Dus het is ook helemaal niet zo gek. Maar ja. Maar goed, in ieder geval komen dus vandaag mijn slaapkamergordijnen. En ik vind het heel erg leuk om dingen zelf te doen. Maar dit laat ik dus doen. Ik laat het monteren omdat er een hele buis en rails moet worden gemonteerd. En ja, dat moet gewoon, die buis moet ook worden gebogen. Er komt dus een buis van daar en die loopt dan helemaal zo tot aan hier. Dus dat is gewoon één hele lange buis met daaraan de rails. En die buizen wordt dus ook hier ter plekke gebogen. Dus dat is echt iets wat ik niet zelf kan. Dus ja, hierbij heb ik wel echt gekozen voor montage. Ik ben echt zo benieuwd hoe het gaat worden. En vandaag komen ook mijn 2 lampen binnen die ik heb besteld voor in de woonkamer. Voor naast de bank. 2 vloerlampen, staande lampen. En 1 van die 2 wil ik heel graag houden. Maar ik kon gewoon niet kiezen. Dus ik heb ze allebei besteld en 1 van de 2 stuur ik dus terug. Ik heb helemaal zin hierin. Want dit wordt echt een dag waarop er weer, voor mijn gevoel, grote veranderingen gaan plaatsvinden in het huis. 3 hours later. Yes, jongens. Oh, mijn lamp staat aan. Mijn gordijnen hangen. Ik ben er helemaal blij mee. Ik zal ze even een stukje dicht doen. Dan kan je de kleur wat beter zien. Het is dus beige. Nou ja, het is meer taupe eigenlijk. Echt een mooie zandkleur die mooi aansluit bij mijn vloer. En ook echt perfect bij de kleur van mijn bed past. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Kijk, zo kan je de kleur goed zien. Er zit dus ook een heel licht structuurtje in, waardoor het net wat minder saai is. En hij past ook echt perfect bij de kleur van mijn muur. Daar ben ik ook erg blij mee. Het is echt een mooie match. De buis begint dus daar en die loopt helemaal door. Kijk, daar zit dus die knik. Tot aan daar. Dat moest dus omdat daar dat rooster zit. En ik heb voor 2 stukken gekozen, omdat ik anders aan deze kant een heel groot stuk stof zou hebben. Wat dan echt zo hier gepropt zit. Dus ja, ik dacht dan kan ik beter 2 stukken nemen. Dat gaat er natuurlijk nog af, maar ik dacht ik laat het nog heel even hangen voor de zekerheid mocht er iets misgaan. Maar goed, dat kan er nu dus af, die verhuisgordijnen. Maar nu hangt dus het 2e stuk gordijn aan die kant. En ik wil dan eigenlijk bij de bouwmarkt eventjes zo'n houdertje halen waar ik het dan in kan doen. Zodat het even wat dichter tegen de muur is. Want nu is het wel een heel groot stuk stof wat hier in het midden van de kamer hangt. Waardoor je hier maar ook weinig loopruimte overhoudt. Dat wist ik natuurlijk van tevoren, maar dat is gewoon allemaal even niet anders. Maar als ik hier dan zo'n houder doe, dan kan ik het gewoon allemaal hierin stoppen. En dan heb je daar echt geen last van. Of wat ook nog kan, is dat ik de gordijnen aan deze kant hang. Dus dat ga ik nu even proberen. Hoe dat eruit ziet. Er zit hier dus zo'n eindstop. Even kijken. En daar kan ik het dan gewoon uithalen. Ja. En dan kan ik het geheel dus ook hierheen verplaatsen. Zodat ik ze hier heb. En dat oogt denk ik wel ietsje rustiger dan aan die kant. Ja, dat ik hier gewoon mijn loopruimte hou. De montage meneer heeft ook extra ringetjes achtergelaten. Hoe noem je die dingetjes? Ook weer stoppertjes. Zodat ik die er zo in kan klikken voor dit stukje wat nu dus loshangt. Ja, ik denk dat ik het mooist hier vind, inderdaad. En dat ik dan hier zo'n ding voor haal waardoor ik het wel bij elkaar kan knopen. Zodat het niet alsnog zo'n lange stof is. Of misschien alsnog hier zo'n ring waar ik het in kan stoppen. Ik denk namelijk dat dat wel heel erg mooi is. Maar goed, ik zal even laten zien hoe het eruit ziet met de gordijnen dicht.
Ja, ik vind ze wel echt heel erg mooi. En dit is hoe het er dan nu uitziet. Ik vind het wel heel erg mooi. Ja, wat ik al zei, het staat echt mooi bij mijn bed, bij mijn vloer, bij de beige kleur op de muur. En ik vind het dus ook heel erg leuk dat mijn behang donker is, maar de rest van de kamer nu toch redelijk licht is gebleven. Want dan, ja, is het geheel alsnog redelijk rustig. En ik vind het ook mooi bij de lamp staan. Ah, ja, hier ben ik heel erg blij mee. En zo ziet het er dan uit als alle gordijnen dicht zijn. Ik vind het echt ontzettend mooi. Dit geeft al veel meer een slaapkamergevoel. Echt mooi ook met die lamp zo. Ik heb ze dus laten verduisteren, waardoor het dus echt nauwelijks licht doorlaat. Dus daar ben ik ook super blij mee. Yes, eindelijk gordijnen. Nu nog in de woonkamer, maar goed. Dus even bij de bouwmarkt van die houders kopen, zodat ik de gordijnen ook mooi erin kan wegstoppen. Echt fijn dit. Nou, nu mijn lampen nog. Ik ben echt zo benieuwd daarnaar ook. Ik heb even een andere trui aangedaan, want ik had geknoeid op mijn trui. Maar mijn lampen zijn net binnengekomen, dus ik ga ze uitpakken en bekijken. Ik vind het zo leuk. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze hier in mijn huis zullen staan. En ja, of ik een beetje een idee heb welke het zal worden. Nou, dit is wel chill. Deze komt gewoon in één keer in zijn geheel. Zijn binnen en ik vind ze eigenlijk nog steeds allebei heel erg leuk. Maar ik ga dus even kijken hoe ze hier in dit hoekje naast de bank staan. Het enige jammer is dat ik niet meer twee doorzichtige, of wel? Nee, volgens mij niet. Dat ik niet meer twee doorzichtige lampen heb. Alleen nog van die lelijke witte verhuisfittingen. Nou, ik haal er wel eventjes eentje uit de wc-lamp. Want dan kan ik even beter vergelijken. Want dit zijn gewoon mooiere lampen dan van die witte. Ik heb mijn camera even wat donkerder gezet, zodat je het goed kunt zien wat ik bedoel. Maar hier zit dus zo'n transparante lamp in. En die ook wat warmer licht geeft. En hier zit nu zo'n hele felle witte in, die ik dus had gekocht voor in de verhuisfittingen. Dus ik ga deze nu ook eventjes verwisselen voor zo'n lampje. Ja, dit zijn ze dus. De twee lampen die ik heb uitgekozen. Allebei mooi zwart en staand. Die is best wel zwaar en die is ietsje lichter. Maar ze staan allebei best wel stevig voor zo'n vloerlamp. En zoals je ziet is die dus net wat hoger dan die. Maar het zijn wel echt twee heel verschillende stijlen. Ook al zijn ze allebei zwart met goud. Maar deze is ietsje moderner en wat strakker. En deze is wat meer, ja, noem het maar landelijk of zo, I guess. Ik vind het wel heel erg tof dat deze goud is aan de binnenkant hoor. Dat geeft wel echt een leuk effect. Er zitten nu alsnog twee verschillende lampen in trouwens. Ik weet niet of je dat kunt zien. Maar ze geven in ieder geval allebei warm licht. Dus dan kan je het net wat beter vergelijken. Oké, dus dit is optie 1. Dan heb je dus zo dit hoekje. Ja, het is nu natuurlijk licht buiten. Daar moet je even niet op letten. Maar en zo ziet het er dan vanaf de andere kant uit. Ja, ik vind het wel leuk, maar ik weet niet of ik het echt helemaal het einde vind. Hier in dit hoekje. Ik vind hem misschien net iets te ielig. Zo dat boogje. Ik weet het nog niet zo goed. Dit is de andere lamp. En ik moet zeggen dat ik denk ik een voorkeur heb voor deze lamp. Wat jullie? Ik vind dit gewoon echt een super tof
lampje. Ja, ik weet niet. Ik vind dit wel een hele leuke lamp. En die andere staat misschien iets te ielig of zo, heb ik het idee. Ik laat deze voor nu in ieder geval even staan. Ga ik deze vanavond even testen. Misschien dat ik morgenavond die andere nog even ga testen. Als het donker is, kan je het natuurlijk toch wat beter zien. Maar ik vind deze wel echt heel erg leuk. Oh jongens, kijk nou hoe mooi dit golden hour ligt zo op mijn nieuwe decoratie in de vensterbank. Vind ik heel leuk. Echt nice. Weet je wat ik ook zo leuk vind? Dat je zo hier, vanaf hier mijn gordijnen kan zien. Vind ik ook heel leuk. Random fact. Maar vind ik gewoon leuk. Geniet ik van. En hier ga ik denk ik nooit genoeg van krijgen. Ik vind dit zo mooi. Die zonsondergang altijd hier. Echt prachtig. Oh, ik hou van mijn uitzicht. Het is inmiddels de volgende avond. En ik wilde nog eventjes filmen hoe de lampen eruit zien bij avondlicht. Oftewel als het buiten donker is. Ik heb nu die met het rookglas gewoon laten staan. Want mijn voorkeur gaat wel echt uit naar die. Ja, en ik vind het ook wel heel erg leuk hoe die eruit ziet als het donker is. Er moet alleen wel eventjes een andere lichtbron in. Want ik vind het nu net iets te wittig. Iets te koel qua kleur. Maar ja, ik vind het echt een hele leuke lamp. Dus ja, ik denk dat ik deze hou. Maar ik ga nu ook nog even die andere neerzetten om te kijken hoe die er dan uitziet. Ja, ik vind het ook wel leuk, omdat deze ook zo'n soort van mooi patroontje geeft op de muur. Maar ik vind het gewoon net niet of zo. Ik vind deze boog vind ik niet mooi. Daar erger ik me aan. Ja. Nee, ik vind deze lamp net niet hier voor bij mij. Ik weet trouwens ook al welke lamp ik wil voor boven de eettafel. Die moet ik nog kopen, maar ik weet al welke het gaat worden. Dat gaan jullie dus ook nog zien binnenkort. Het is een prijzige lamp, dus ik ben eventjes moed aan het verzamelen om hem ook daadwerkelijk aan te schaffen. Maar ja, dat gaan jullie allemaal nog zien. Heel erg bedankt voor het kijken in ieder geval. Ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog vonden en tot de volgende keer!